mezelf beter horen, kunnen jullie mij ook beter verstaan. We zijn nu toe aan het sluitstuk van de avond waar het gaat om, of mij in ieder geval. Oftewel, we gebeuren hier op podia. We zijn namelijk toe aan de award voor de beste Rotterdamse vastgoednetwerking. En je ziet het hier al aan mijn linkerzijde, aan uw rechterkant. Een prachtbeker kan hij winnen, dan wel zij. En we hebben hier een geweldig kratje vol met Rotterdamse producten. En degene die deze award heeft gewonnen gaat met dit alvast naar huis toe. Volledig betaald door DNC, oftewel uit de eigen broekzak van Memel Hall, dames en heren. Yes! Even kijken, jullie waren allemaal in de gelegenheid om allerlei nominaties in te dienen. En er was er maar één eigenlijk, die werd overspeld met nominaties. En die moet ook eigenlijk dan wel de winnaar worden. We hebben een prachtig juryrapport opgetekend. En vanuit het juryrapport ga ik even twee quotes voorlezen met uw permissie. En deze quotes gaan over deze persoon. Luistert u even met mij mee. Zijn enthousiasme over de stad Rotterdam, over ontwikkelingen en inzet vol passie om ondernemers te helpen bij het vinden van een geschikte kantoorruimte, verdient erkenning. Ik heb weinig mensen die zo gefocust zijn op Rotterdam en zoveel ondernemers weten te koppelen aan topkantoren dan wel verhuurders. Het aantal deals die hij in Rotterdam doet is ongekend. Dat was quote nummer 1. Quote nummer 2, dames en heren, deze ligt er ook niet om. Luistert u met mij mee. Een man van de fluwelen handschoenen met daarin de ijzeren vuist van kennis en overtuigingskracht. Hij gaat verder dan alleen het vastgoed in de stad. Maar hij is nauwlettend stadsontwikkeling aan het volgen in onze eigen Rotterdam. Ja. Alleen maar lof, dames en heren, voor de eerste winnaar voor de award van de beste vastgoednetwerker van Rotterdam. En ik zou hem dan ook naar voren willen hebben. En deze man gaat naar huis met een prachtige beker. Kostelijk moeten gespaard, zoals u ziet. En natuurlijk, zoals ik al zei, dat kratje vol met Rotterdamse producten. Mag ik een ovationeel applaus voor niemand minder dan Colin Hessen. Je bent nu de allereerste vastgoednetwerker van Rotterdam. Wat voor gevoel heeft dat met zich mee? Ja, dat is helemaal top. Dit had ik ook niet verwacht trouwens. Dit komt helemaal out of the blue, dus ik heb ook geen speech voorbereid. Maar ik wil toch allereerst even Marcel de Groenendag, die daar staat. Die heeft mij de kans gegeven anderhalf jaar geleden om dit te doen. Ik wil mijn collega's bedanken voor het geduld. Om samen met mij te werken en vooral mijn vastgoedvrienden, mijn netwerk die hier staat. Want zonder jullie heb ik echt dit succes te danken. Ik zie bijvoorbeeld Tom hier staan, ik zie Lex hier staan, ik zie zoveel leuke mensen. Ik wil het echt bedanken. En nu ik toch op het podium staan. Nou, Colin, je hebt een vastgoedaward gewonnen, hè? Geen Oscar, maar vooruit. Ja, precies, maar toch. Wil ik toch even de kans krijgen om de mensen die Flixas en mij nog niet kennen hier in Rotterdam, wil ik toch wel even de kans krijgen om even mijn zegje te doen. Voor de mensen die Lelystad hebben, ja, kom dan even naar me toe, we staan hier aan de bar. En wij zijn echt klaar. Oh, ik heb het gezegd. Vreselijk die man, vreselijk. Zelfs hier, als hij in een woordwim staat, die nog huisjes te pluggen. Het is vreselijk. Ga door, ik ga door. Even kijken hoor, want we gaan het twee keer per jaar gaan we doen, deze vastgoedborrel. Het is een geweldig succes, zoals je ziet. Heb je een tip voor de aankomende vastgoed awardwinnaar, de netwerkwinnaar daarvan? Oh, dat is moeilijk. Gewoon zie je netwerk als vrienden, dat is wel zin. Dat is voor mij heel belangrijk, dat ik niet alleen goed kan overleggen, dat ik kan discussiëren, maar dat ik ook met mijn netwerk echt wel kan lachen. Humor is super belangrijk in de zaak. Dat vind ik heel belangrijk. Even nogmaals een geweldig applaus, dames en heren. Colin Westeren! Colin, de week is voor jou. Hou hem in de lucht. Even de camera's erbij. Creëren we een fotomomentje. Colin, dames en heren. Thank you, man. Ja. Dat was de allereerste awardwinnaar voor de netwerk vastgoedborrel. Dames en heren, vergeet niet jullie in visitekaartjes in de bols te gooien. De vissenbols, heel erg belangrijk namelijk, want dan worden er uiteindelijk aan het eind van de avond worden er naar 15 uitgetrokken. En die krijgen een geweldige netwerklunch aangeboden door de NSC. Dat zijn 15 verschillende mensen.